Ik ben weer naar mijn favoriete budgetwinkel geweest, namelijk Action. Ik heb een aantal nieuwe dingetjes gekocht waar ik super blij mee ben. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Laat ik er gewoon een shoplog van maken. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn nieuwste aankopen, kijk dan vooral verder. We hebben hier een opbergmap en dit is een documentfolder met 6 verschillende vakken. En ik was laatst al mijn documenten papieren aan het opruimen en ik merkte dat ik een nieuwe nodig had. Dus ik heb deze gekocht. Mocht je het nog niet weten, ze hebben nu trouwens bij de Action best wel veel nieuwe schoolspullen. Dus mocht je nog op zoek zijn naar schoolspullen of kantoorartikelen, dan raad ik je zeker aan om daar eventjes te kijken. De warme dagen komen er weer aan. En een ventilator kan niet ontbreken. Ik heb al een ventilator, ook een beetje een bureauformaat. Maar dit is een mini. En ik liep de Action binnen. Het eerste wat ik zag was dit. Dit is dus een mini cooling fan with USB connection. Hij is 4 inch, low noise. Ik ben benieuwd. Oh, nog aardig wat wind vandaan. Oké. Ze zeggen dat het niet zoveel geluid zou maken. Ze hebben deels gelijk. Ik hoor hem wel, maar één nadeel is dat hij maar één stand heeft. Maar ik had eigenlijk niet anders verwacht. Maar het is een prima ding. Dus als je aan het werk bent, kun je hem lekker op je bureau zetten. Krijg je toch wel een beetje koelte. Dan heb ik iets waar ik zo ontzettend enthousiast over ben. En ik denk dat dit mijn beste Action aankoop ooit is. Het is namelijk een radio. En ik zag deze al toen ik een paar maanden geleden opnames had bij Action zelf. Mocht je hier helemaal niks van af weten, ik heb een video staan op het YouTube kanaal van Action. Maar toen ik daar was, hadden ze daar een retro radio staan. En ik dacht gewoon, die is leuk. En ze hadden deze ook in verschillende kleuren. En ik was eigenlijk stiekem vergeten dat ze deze verkochten. En ik zag het zo staan. Ik denk, oh ja, dit is nou echt iets wat ik wilde. Dit is trouwens de doos. Ik heb er al flink gebruik van gemaakt. Dit is een FM radio met Bluetooth. Dus je kan je telefoon of wat dan ook eraan connecten. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb er alleen radio mee geluisterd. En voor de prijs vind ik het nog best wel meevallen. Qua geluidskwaliteit, het is niet het beste van het beste, maar het is ook niet het slechtste van het slechtste. Hij is ook nog eens heel erg stijlvol. Dus hij staat op mijn plankje, maar dan ietsjes verder. Ja, ik ben echt zo blij hiermee. Dan heb ik hier een mand. En in de mand zitten de rest van mijn aankoopjes. Maar ik zag deze mand en ik vond hem heel erg mooi. Dat in eerste. En het is altijd handig om een opbergmand te hebben. Ik kan niet genoeg opbergplekjes, materialen in mijn kamer hebben. Want ik heb altijd wel wat om op te bergen. Ja, het verbaast me eigenlijk hoeveel ik heb. Niet zoveel daarvan zijn impuls aankopen. Een paar, maar ik heb het toch best wel goed gedaan. Ik spendeer echt vaak best wel lang de tijd in de Action. Want ik neem echt de tijd om een aankoopbeslissing te nemen. Oké, we hebben hier een riem. En vaak sla ik de kleding en accessoire hoek bij de Action over. Omdat ik daar niet zo'n hele grote fan van ben. Maar ik dacht, laat ik het een kans geven. En ik zag deze riem. Geen idee of het een goede maat is. Ik heb hem maar op de grond gewaagd. Ik had deze riem eigenlijk gekocht om bij dit jurkje te dragen. Of bij een ander jurkje. En daarvoor is hij eigenlijk top. Ik heb nog één gaatje over. En eventueel kan ik nog gaatjes erbij maken. Maar het is niet een riem voor om mijn middel. Daar is hij dan te klein voor. Ik heb ook een metalen sieradenrek gekocht. Normaal gesproken berg ik mijn sieraden op in een sieradenkist. Maar ik vind het voor de afwisseling wel leuk om misschien mijn sieraden op te hangen. Ik heb ook een sieradenbankje, maar die raakt een klein beetje overvol. Misschien staat dit wel leuk ergens op een plankje. En dat ik dan mijn favoriete sieraden of mijn meest gedraagde sieraden hier aan hang. Ik wil het niet al te vol maken. Dan heb ik haarklemmen. Ik gebruik de laatste tijd vaker haarklemmen dan elastiekjes. Ik gebruik ook nog steeds wel elastieken. Maar ik vind dit wel heel erg fijn. Dan doe ik mijn haar zo en dan in een klem. En dan zit het lekker uit de weg. Dan heb ik sneaker cleaner. Ik heb al een tijdje nieuwe witte sneakers. Alleen die zijn niet meer zo wit. En vaak zijn die sneaker cleaners best wel duur. En dit was redelijk goedkoop.
Dus ik dacht, ik probeer deze maar eventjes uit. Dan hebben we washi tape. Het zal weer niet zo zijn. Nee, ik ben me wel aan het inhouden met washi tape en allemaal onnodige creatieve dingen. Want ik heb nog heel veel in huis. Maar ik vond deze zo schattig met maantjes en sterren. Dus ik kan dit niet laten. Dan heb ik papier. En dit is holographic papier. Volgens mij is dit maar één kleur. We hebben hier het holografisch papier in het zilver en in het roze. Ik maak af en toe productfoto's en ik vind het wel leuk om dit dan als achtergrond te gebruiken. Dus ik heb hier er twee pakketjes van. Dan heb ik een herbruikbare make-up remover doek. Ik had deze al een tijd geleden bij de Action gekocht, maar ik merk dat ik er heel veel gebruik van maak. En wanneer hij in de was zit, moet ik een tijdje wachten voordat hij gewassen is. Dus vandaar dat ik er nog één heb gekocht. Ik merk oprecht dat ik dit heel erg fijn vind. Anders koop ik hem niet nog een keer. Ik gebruik wel micellair water. Maar ik wil eigenlijk zo min mogelijk wat schijfjes gebruiken voor mijn make-up. En hier gaat mijn waterproof mascara ook makkelijk mee af. Terwijl met mijn make-up remover mijn waterproof mascara helemaal niet afgaat. Oké, ik heb dan nog geen waterproof make-up remover. Maar hey, dat terzijde. Dit ding vind ik heel fijn. Dus dit heb ik. Dan heb ik een agenda en ik werd geïnfluenced door Julia Verbij. Eigenlijk heel erg slecht, maar ook weer niet. Zij had deze in het roze op haar Instagram story gedeeld. Maar ik wist niet dat ze ook een zwarte variant hadden. Toen dacht ik, nou, dat past ietsjes meer bij mij dan de roze ook. Al vind ik roze echt ook een prima kleur. Ik merk dat ik toch wel gevoelig blijf voor artikelen die er mooi uitzien. Ja, nee, hier moet ik gewoon gebruik van maken. Oké, ik ga met mezelf afspreken dat ik aankomend schooljaar hier heel veel gebruik van ga maken. Want in het nieuwe schooljaar zal ik ook voor 90% vanuit huis mijn studie volgen vanwege deze pandemie. Dus ik denk dat dit wel heel erg noodzakelijk voor mij is om alles een beetje op een rijtje te houden. Dan heb ik een toilettasje. Ik vind deze heel erg pretty. Hij is een beetje bruin, goud, beige. Ik weet niet zo goed of wat kleur het is, maar ik vind het wel heel erg mooi. En toilettasjes komen altijd wel van pas, ja. Dan hebben we een opbergdoosje. Yay, nog meer opbergdingen. De reden waarom ik deze heb gekocht is voor de print. De print is zo pretty. Het is een mandala bloem, als ik het niet verkeerd heb. En dit is gewoon een simpel doosje. Ik weet nog niet wat voor functie dit gaat krijgen. Ja, ik ga er iets in opbergen, maar wat is nog de vraag? Ik ben benieuwd wat jouw favoriete item uit deze shopvlog was. Volgens mij was het voor mij wel overduidelijk. Mocht jij een van deze dingen ook hebben of toevallig ook bij de Action hebben gekocht, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. Mocht jij meer van mij willen zien, volg me dan op Instagram. Daar plaats ik regelmatig ook content op. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!